Hi, ik ben Dave van de Dave Podcast natuurlijk. Ik heb vandaag Sabrina Asgarkan. Ik zag haar op TikTok. Ze is pas, oké, okay, een aantal jaren nu gestapt uit Jehovah's Getuigen. En ze, ze deelde haar ervaringen. Ik heb haar meteen gepet, want ik was gewoon verbaasd van wat ze allemaal heeft ervaren. En hoe ze de nieuw leven ervaart. En dat ga ik met jullie delen nu. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van Aarde. Sabrina, welkom. Well. Dank je wel. Dank je wel, dank je wel. Oké, okay, voordat we gaan beginnen wil ik natuurlijk Insta bedanken voor deze dita natuurlijk. Ik uh, moest het eigenlijk wel hebben ingeleverd, zoals ik altijd zeg, maar ik kom een beetje langer vast eraan. En we zitten eindelijk in een nieuwe setting. Dankzij Galaxy Woning-inrichting. Joey, dank je wel dat je me hebt gebeld, dat je totaal niet tevreden bent met, met mijn setting. En dat je dus deze stoelen voor me hebt gebracht zodat ik wat beter kan chillen. Uh, oh ja, en please subscribe. Ik blijf het zeggen. Uh, we, we, 80% van de mensen die keken, keken, komen constant terug. Subscribe gewoon. weet je, dan ben je altijd up to date. Nu gaan we verder. Ik heb jou gezien. Meestal word ik benaderd. En deze ja. keer heb ik jou gevolgd op TikTok. Ja. Omdat ik je zeer apart. Jou verhaal vond ik zeer apart. Voor mijn gevoel was je een, een jonge een klein meisje. In, 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 een, in een vrouwenlichaam. Letterlijk. En dat komt dus omdat je net bent gestapt uit de Jehovah's getuigen? Niet net. Um, nu is het acht jaar. Oké. Okay. Maar het heeft me een tijdje geduurd om echt te snappen dat het een cult was. Oh, je jij, jij vindt dat een cult? Ja. Oké, okay, waarom zeg je dat? Hun doctrines, hun regels. Mm -hmm. En wanneer je erin bent opgegroeid, Dave. It's so messed up, mm -hmm. so controlerend en ze manipuleren je zoveel. Even your mind. Oh ja, ze praten een beetje Engels, ze praten veel Engels omdat ze uit een Engelse community komen. Ja. Dus nemen willen er niet kwalijk. Ja. Oké. Okay. Uh, wat ik bijvoorbeeld ja. heb gezien is dat uh, je post dus op je TikTok, heb ik gezien dat er ook, ik wist nooit, er Jehovah's getuigen cartoons waren. Oh en, ja. met de jongen met een toy Coco thuis melon. komt. Kokomellen. Ik zeg, het is van de Jová's getuigen. Maar wat, hoe heet die cartoon echt, als iemand het wil zien? Sophia en Kayla video's, zo ken ik ze. En dan zie ik dat die jongen met een pop thuis komt en dan ja. zegt die moeder is van de duivel ja. en alles en zo. Ja. Dus Zelfs de cartoons waarnaar jullie kijken zijn gemaakt door dus de Jová getuigen. Ja. Hoe was het om in zo'n community op te groeien? Toen ik opgroeide, hadden we dit soort dingen niet. We hadden geen cartoons, niets. Dit is een soort nieuwe generatie. Oké. Okay. Van mij was echt drill, Sergeant. Vooral mijn vader, heel erg fanatiek. Zijn achtergrond is ook heel messed up. Mijn broertje zit daar. His dad eh? put my dad in jail. Oké. Okay. En jaren later hou ik hem in mijn handen als drie maanden oude baby. Oké, okay, oké, okay, apart. Dus ja, ons verhaal is heel apart. Maar mijn vader was, heeft de achtergrond van drugsgebruik en huiselijk geweld en al dat soort shit. Dus hij, toen hij erin ging, was hij helemaal cold turkey. Gestopt met drugs, alles, alles. En alles was Jehovah, Jehovah, Bijbel, Bijbel. En zo ben ik opgegroeid. Als ik naar tv ging kijken, werd hij boos. Um, als het niet was wat hij leuk vond of... Wat het genootschap goed vond. Kreeg je programma? Van hem niet, van mijn moeder wel. Verschrikkelijk veel. Het was een toxic cycle. Want okay. hij werd boos op mijn moeder en dan ging mijn moeder het eruit halen op mij en mijn broer. Mm -hmm. En dat was ons leven voor heel. Maar heel zou je en... zeggen dat het een vorm was van mishandeling of gewoon een tik? Mis. Oh, thee. Ja, ik weet het niet, jij moet me Tief. vertellen. Um, I love my mom, oké? Okay? Ja, 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 okay. niks verkeerds. Maar wanneer verkeerd, yeah. ik zeg dat ik um, deuken had met bloedstallingen van rauwe dat ik kreeg van mijn moeder. Ja, zwaar. Okay, maar dat is ook omdat zij niet beter wist? Ja, en omdat ze ook, ze had het ook moeilijk. Is, is ze ook nog in de, in de, in de community? Nee, ze Thank God. Oh, jullie zijn samen dus eruit gestapt? Ik ben eerst eruit gestapt, mm -hmm. zij is achtergebleven en dan beetje voor beetje is ze eruit gegaan. En waarom ben je, hoe ben jij ineens eruit gestapt? Want dat is niet zo makkelijk, denk ik, als je in een bubbel opgroeit. Oh, Dave, het was zo, zo zwaar. Mijn moeder kwam thuis, mm -hmm. ze zegt tegen mij, en, en dan moet ik even duidelijk maken, je, je wordt gewaarschuwd voor mensen als mij. I'm an apostate. Ja, ja. Je mag niet luisteren naar mij, ik ben van Satan. Ja, ja, ja. Verrader eigenlijk. Ja. Uh -huh. En ik ben daarmee opgegroeid. Dus ik ging niet op YouTube. Ik had YouTube en Facebook. Maar je mag niet naar buiten gaan om informatie te zoeken. Alle informatie dat ik kreeg was van one source. Allemaal vanuit Amerika. Van een groep van, nu zijn het negen mannen. Uh -huh. I have to add racism in it. Uh -huh. Allemaal wit. Pas in 1999. Ik ben niet helemaal zeker daarvan. They added a person of color. Mm -hmm. That's it. White people mm -hmm. controlling. Ik vind dit een andere vorm van slavernij en kolonialisme. Oké, okay, we gaan dadelijk erop in. Ja. Mm -hmm. Waar was ik? die tijd? <laughs> je mocht geen informatie ja. van buiten krijgen. En ik vroeg je waarom, hoe je eruit bent gestapt dus toen. Mijn moeder kwam naar huis en zag: Tante Zo en Zo heeft gezegd dat er iets staat over... Jehova's getuigen in een van onze kranten. Ik ging ook geen krant lezen. Mm -hmm. En het ging over kindermisbruik. Ik heb jaar één jaar uitgeleerd. Katholieke kerk, shit. Deze kerk, shit. Alle andere kerken, shit, shit, shit. Kindermisbruik. Jehova's organisatie niet. Mm -hmm. Ik geloofde dat echt, Dave. Like. Mm -hmm. Ik was erin, erin, erin. Terwijl ik ben gaan typen op YouTube, en ik zei ik was bang. Mm -hmm. Ik ging beven. Ik dacht van god gaat me doodmaken. <laughs> Genuinely. Yeah. En dan kwam ik een video tegen een Australian Royal Commission. Het was een case gaande. En ik zie een van de big guys, governing bodies, zo yeah. ken ik hun, on stand in court met Bijbel dat ik heb geleerd is de enige ware Bijbel. Geen enkel andere Bijbel is waar. En hij ligt. En mijn hele wereld staat in. En het klinkt silly en stupid, maar ik genuinely geloof dat ja. dit, dit was het. Ja, dus voor jou is het heel raar dat iemand die je eigenlijk adoreert of naar opkijkt aan het, aan het jokken is dan op dat moment? Was dat het een beetje? Ja, en ik heb geleerd, zo ge, so stupid. Ze zijn geïnspireerd door God zijn enige enigste genootschap en religie... dat geïnspireerd is door God, door Jehovah. Mm -hmm. Dus alles wat ze zag, is waar. En toen ik dat zag, wanneer ik heb geleerd van... dat is niet zo, en je ligt mm -hmm. in koord... ik was zo geschrokken. En dat was het. Maar toen ben je dus verder gaan, gaan zoeken naar informatie? Ja, want kijk hoe... hoe, hoe Fucked up, dit is. Yeah. Ik kan niet bij mijn moeder, ik kan niet bij mijn vader, ik kan niet bij mijn broer en ik kan bij niemand anders in geen enkele gemeente. Want wanneer je zo opgroeit, snitching is ook iets. Wanneer je ziet dat een mattie van je iets doet, moet je naar de ouderlingen stappen of je moet naar hun gaan en zeggen: Hé, hey, ik heb gezien dat je verkeerd bezig bent, um, je gaat boos zijn. Dus je moet vergiffenis gaan vragen je moet naar de ouderlingen toe stappen. Dus je eigen familie, je bent bang voor hun. Dus ik was bang voor mijn eigen moeder en vader. En mijn vader, helemaal fanatiek. Dus ik kan niet, ik was alleen. Dus het was best wel zwaar geweest om eruit te stappen op dat moment. Ik kan niet, dus ik ben nog een tijdje gebleven. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus je hebt gewacht tot je op een bepaalde leeftijd was om eruit te stappen. Ja. Yeah. En hoe is het nu voor je dan om in de buitenwereld rond te lopen? Alles is zo vreemd. Want ik ben ook opgegroeid met andere morele standaarden mm -hmm. en waarden en zo. Dat goed zijn, maar alles is zo so fucking weird yeah. en eng. En het social media en het internet. Mm. En het is gewoon een, een, een vreemde wereld. Krijg je, voor veel mij. NPO's, te, krijg je te veel impulsen van jouw gevoel tegelijk? niet impulsen, maar ik ben gewoon van, hoe is dit mogelijk? Hoe is dit echt? Is this a simulation? Is this real? Vreemd. Maar geloof je intussen nog in God, of ben je nou helemaal, helemaal van A naar Z gegaan, laten we zo zeggen? Het is een proces geweest. Mm -hmm. Ik ga niet zeggen dat ik niet in God geloof. Ik ga heel voorzichtig zijn daarover. In het universum, yeah. in energie, meer het spirituele kant. Okay. Ik geloof dat we allemaal één zijn. Oh Reflecties van elkaar, dat we kunnen leren van elkaar. Niemand oordelen. Mm -hmm. Ik ben zo weer toch Dave. Ik ben, dat ik wanneer ik zwervers zie mm -hmm. op straat, genuinely wil ik naar hen toe en ik wil met hen praten, hen vragen van: wat is gebeurd? hoe ben je hier beland? want ik snap niet, call me naïef, waarom er homeless mensen zijn. Eigenlijk hoort het niet zo te zijn, maar. Het hoort niet zo te zijn. Mm -hmm. Ik heb, ik woon in een andere wereld hoor. Ik, ik, geloof echt dat wij als mensen hier waar we wonen, mm -hmm. paradijs paradijs kunnen maken. We zijn te veel gefocust op religie en... Maar eigenlijk is het juist goed dat je met een fresh look kijkt in plaats van dat iedereen... Wij zijn allemaal al gespoeld, dus misschien is het niet zo weird hoe je denkt. Ja. Dus je hoeft het ook niet steeds te herhalen van ik ben weird. <laughs> Anders ga je echt weird zijn. Je manifesteert dan dat je dat I'm gaat know. zijn. I'm silly. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, toch? Dus... Maar ik wil even wat meer weten van de jonge getuigen. Gewoon vanuit jouw point of view, hè. Dit is jouw waarheid. Ja, ja, ja. Um, Yes, ik heb ook gezien dat je zei dat het een money making business is eigenlijk. Oh, kan je kunnen maar, we maar... daarop ingaan? Ja, graag. Dat was een hele ontdekking voor mij. Mm -hmm. um, donaties. Zij krijgen donaties. Mm -hmm. Toen ik opgroeide, was alles donatie, donatie, donatie. Ze staan heel bekend voordat ze geen geld vragen. Nu vragen ze wel hoor. Ze hebben zelf nu pasmachines overal. Want ze gaan mee, oké. Okay? Toen kwam ik tot de ontdekking. Dat, en dit snapte ik niet, hè Dave. Je mm -hmm. bent zo jong, dat is alles dat ik weet. En dat moet ik duidelijk maken: dat is alles wat ik wist. Yeah. Um, ze bouwen Koninkrijkzalen, dus geen kerken, mm -hmm. Koninkrijkzalen, met free labor, mm -hmm. met donaties van members, dus Jovens-getuigen. Dus jullie salaris eigenlijk? Ja. Uh -huh. En dan zitten zij rustig in Amerika te chillen. En like, Humongous, like grote gebouwen, yeah. top tier, amazing stuff, met donaties van ons poti arme, arme mensen. Natuurlijk heb je ook rijken ertussen Dave. En toen pas snapte ik, wacht eens even: alle Koninkrijkzalen worden gebouwd met free labor, en dan worden ze verkocht met winst, maar jullie geven niets terug aan de community. Oh die, die koningszalen worden doorverkocht? Koninkrijkszalen worden doorverkocht, want ze verliezen nu hun members. Want dit is voor het eerst denk ik dat dit in Suriname gebeurt. Mm -hmm. Over de hele wereld zijn er een aantal court cases. Ik zal alle links voor je sturen. Mm -hmm. They are getting sued left and right. Is het, is het van die documentaire Keep Sweet, Pray and Obey? Ik zou niet weten. Er is ook zo'n community waar de dus die hoofdleider is opgesloten. Dat is nu op Netflix. Oh, en dan maakten ze die jongere meisjes oh op... ook. Waarom, waarom kunnen alleen priesters <laughs> die monobar halen van jonge meisjes? <laughs> Misschien zijn zij het. So. Maar hebben jullie, trouwens, heb je gezien dat kinderen naar jouw gevoel zijn behandeld op de verkeerde manier Natuurlijk. in jullie hier? Ik ook. Ben ik ook betast? Nee, niet. Oh, wel niet zo. Mm -hmm. Oké, okay, laten we het duidelijk maken. Mm -hmm. Ik heb geen seksueel misbruik ervaren. Mm -hmm. Maar ik heb wel ervaren dat, weet je, even een hand een beetje te ver is gegaan of zo. En die played off. Dat. Oh, dat wel? Ik heb het ergste niet ervaren, dat ga ik duidelijk maken. Er zijn anderen. Uh, natuurlijk, verhalen van anderen in het buitenland. Oh, maar hier hebben jullie niet in de community daarvan uh, verhaaltjes gehad? Ja. Wel. Ja, want, um, zover ik weet, ik weet niet alles. Je moet ook voorzichtig zijn wat ik zeg. Mm. En het is hars, hars. Dus, ik kan niet veel daarover praten. Maar stel, dus, ik probeer te begrijpen hoe de community denkt, hè? Ja. Yeah. Stel, je was nog in de community, je vader is zo fanatiek. Ja. Yeah. En je zoon daarom staat papa, de leider van jullie groep, heeft je. Uh, ik, oh, toen zou even, even hij even wel. Als je met je gaat, zou je ja. dan hem geloven of jou geloven? Kijk, mijn vader toen, mm -hmm. nu moet ik duidelijk maken, hij is eruit. Oké, okay. gefeliciteerd. Dankjewel. Dus dat was zo, nee, echt. Toen dat gebeurde, toch? Dave was dat ook een hele mind switch voor mij. Ja. Want mijn vader is heel akelig geweest, heel ja. erg akelig. En hij is niet bang, hij is gangster-gangster. Jij, ja, gewoon. Hij was alleen bang voor Jehovah en voor de organisatie. En om hem te zien nu, mm -hmm. is like mindblowing voor mij. En jullie hebben nu wel een goede... Oh, wacht even. Maar dus je denkt wel dat hij die mensen zou geloven van de kerk? Nee, hij zal wel voor zijn kinderen vechten. Oh, okay, okay, hij okay, zal okay. wel voor zijn kinderen okay, vechten. Okay. En hij, ik ben nu wel tot de ontdekking gekomen dat hij achteraf ook uh, met politie bezig was. En nog steeds. Okay. Dus hij helpt wel. Maar... Hebben jullie nu een betere band? Ja, we praten. Free. Heel veel uncomfortable conversations. Hoe gaat zo'n conversatie uh, aan toe? Ga je me een voorbeeld geven van een uncomfortable conversation? Ik moet nu aan mijn vader uitleggen. Oké, okay, ik ga heel diep ingaan hoor. Mm -hmm. Wanneer je erin bent, moet je onderdanig zijn, submissief. Mm -hmm. Als vrouw heb je niet echt veel rechten. Christelijke geloof. Man is hoofd van het huis, wat hij zegt, dat, dat telt. En ik voel me oncomfortabel om hierover te praten. Basically, moet je je man bevredigen. Mm -hmm. ik Dit is mijn persoonlijke ervaring. Mijn vader, het is niet zo leuk om dit te zeggen, gaat gewoon dan naar de ouderlingen stappen en zeggen: Mevrouw wil me niet geven, dus. Praten jullie met haar en dan gaan ouderlingen komen en Bijbelteksten voor je lezen, want, want je, bent niet, je bent niet goed bezig, je moet je, moet je taak als vrouw goed vervullen. Okay. En dan nu heb ik conversaties met mijn vader waar hij snapt hoe mestop dat was. En dan vraag ik hem: Papa, zou jij willen dat ik met een man als jou zou trouwen of zijn? En dan zegt hij: maar Nooit. Noang man moest <laughs> Weet je, dus het is heel apart. heel is wel een spiegel die je dan voorhoudt op dat moment voor je vader. Ja, dus dat is grappig. Ook een soort karma. Ja. Want nu praat hij en ik moet lachen, want ik zag van papa, maar dit probeerde wij, want we hadden ook heel veel familieproblemen. Mm -hmm, mm -hmm. Dit ging aan jou uitleggen en je ging niet luisteren naar ons. Dus snap ook even dat mensen jou nu niet gaan begrijpen. Het klinkt ook hypocritisch. Hmm. Want jij ging ook. Jij was zo fanatiek. Dus het is grappig, is ja. Mirror. En zijn jullie ouders nog samen? Nee, nee. Oei. Nee. En dat is ook <coughs> zwaar voor hem. Ja, ja. Natuurlijk. En nu weet hij ook waarom, natuurlijk. Ja. In zekere zin. In zekere zin, ja. Maar is er iemand die dan zegt: oké. Okay, Um, ik snap het en ja yeah, was wrong of gaat hij juist in denial hoe zit dat? Nee, hij geeft wel toe. Ik, van oké, okay, ik ben fout geweest. Grote stappen. Gro ja. Mooi. Grote stappen, maar natuurlijk geeft hij ook heel veel schuld aan het Jehovahsgetuigenorganisatie. Ja, ja ja. Natuurlijk, maar ik ga eerlijk toegeven, ze hadden heel veel. Woonden jullie allemaal in één straat, één huis? Of woon je gewoon in je eigen huis en dan moet je dan naar jullie koningshuis gaan? Hoe zit dat precies wanneer je in, in, in de Jova getuigen bent? Dus er is een. Marienburg is daar een koninkrijkzaal. Mm -hmm. En dan gaat iedereen ieder gewoon naar daar. Dus gewoon kerk? Ja, 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 ja. Iedereen woont gewoon waar ze wonen. En. Um, vroeger was het drie keer per week, nu is het twee keer per week. Een avond en dan zondagochtend. Dus mijn leven was Dave. En eerlijk... Dus ik kwam van Kronenburg. Banassie mm. Mm -hmm. Boot gingen we pakken. Paghaai. Zal? Fiets. Vanuit Kronenburg. Elk maar. Marienburg. Om naar het Koninkrijkzaal te gaan. En dan weer s'avonds terug. Boot. Paghaai. Kronenburg. De hele dag was je dan daar? Uh, nee. T drie uur, twee uurtjes. Het is steeds ook korter geworden. Vroeger was het langer. Oké. Okay. Kijk, okay, ik ben nu 28. Toen was ik 4, 5, 6. En uh, ik heb begrepen: je mag ook geen jaardagen vieren. Nee. Waarom niet? Wat ik heb geleerd, obviously, pagan rituals, um, het, het blazen van alle kaarsen, hebben betekenissen. En, ik en, heb laatst iets daarover gehoord: dat yeah. vroeger mensen ouder werden. En nu wanneer je dus Happy Birthday zingt en alles, dan is het dat je dan. Then... Het is een soort spel en het juju, ja, en dat je het niet moet doen. Dat je daardoor eerder doodgaat en Ja. Yeah. Het... Serieus. Maar dat heb ik niet geleerd. Ze hebben wat ik heb aangeleerd is er zijn maar twee. They spoke about two birthdays in the Bible, Pharaoh en Herod, en ze hebben beide iemand doodgemaakt en verjaardagen zijn niet goed en. Jezus is zijn jaar niet gevierd, maar juist zijn dood. Dus dat herdenken ze wel. Mm -hmm. Elk jaar hebben ze een memorial voor zijn. Vieren voor jullie zijn... kerst dan? Nee. Wat voor feest vieren jullie wel? Of geen feest? Geen feest, alleen natuurlijk hebben ze like social gatherings mm -hmm. af en toe huwelijk. Maar wanneer jullie samen zijn in, in de community. Waarover praten jullie dan over? Of is het alleen God, 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 God? Nee, nee, nee. Laat me niet, laat me niet zo. <laughs> samen gaan wel. er zijn een paar die dat wel doen. Ja. Maar. Kijk. Je hebt toch ook altijd klikjes. Mm -hmm. Overal. Mm -hmm. Er is ook een, een soort hiërarchie. Je hebt een rijke groep. En, heb en dan heb je die armen. Dus je hebt daarin ook. Gemeen. Ik bemoei niet met jou. Want je hebt niet genoeg geld, of je hebt geen iPhone. Ik heb dat soort dingen ook ervaren. Of je hebt niet hmm. mooi aan, dus we praten niet met jou. Ook binnen de gemeenschap? Ja. Oh ja. Maar dat mag hmm. toch niet eigenlijk, volgens nee. jullie geloof? Nee. Nee. En je kent de Bijbel nu van voor naar achter, achter naar voor? Ja, maar vraag me niets meer. deze blok alles aan. Zoals het <we> trauma. <tromen. laughs> Vind je dat uh, je veel hebt gemist in het leven, doordat je deel was van deze gemeenschap? Of ben je juist blij dat je het hebt ervaren? Ja en nee. Want ik, nu heb ik een unieke perspectief. Mm -hmm. um, ik heb geen clubfeest gehad. Al dat soort gedoe heb ik niet gehad. Ik heb geprobeerd om het vorig jaar een beetje te doen. Naar het vat te gaan. En um, in 2022 ben ik met mijn ex-collega's. Allemaal 40-plussers. Yeah. Um, ik werkte in de universiteitsbibliotheek van Suriname. Mm -hmm. Sorry hoor. Dat is niet erg. En ik dacht van oké, okay, als ik dit ga doen, dan ga ik het doen met hun. Ik heb heel veel respect voor hun. Dus dan ging ik naar Old Garage, ging ik daar dansen. En dan was dat voor mij, want ik was nog steeds bang. Ja, ja. Want ik dacht van, als je, joh, wat gaat er om hier je shit? Ja, ik had mijn tatoeages en zo al, maar de indoctrinatie is zo so bad. Dus on, onbewust ben je nog steeds bang dat met... je eentje tegenkomt gewoon. O oh, ja. En dan wanneer ik er zie, tuk tuk, 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 mijn hart gaat direct... Maar waarom? Leg uit. Ik waarom ben je nerveus wanneer je ze ziet? Ben je bang dat ze neer gaan kijken op je? Oh, sowieso kijken ze neer. En kijk, ik was deel van hun, hè, Dave. Mm -hmm. Je leert echt dat je niet deel bent van deze wereld. Ja, maar het is nu achterhaald. Dus na acht jaar, maar het zit zo diep, dus dat je er nog steeds last van hebt. Ja. Mis je die mensen? Nee. Nee, nee, niet. Nee. Maar waarom span je? Het is iets waaraan ik werk. Ja, ik, ik praat er nu met je ja. over. Zo, het is, is een vorm van verwerking. Dus daarom van, ik wil eigenlijk je ogen openmaken van foksen. Ik heb niks tegen die mensen hoor, maar nee. ik wil dus puur voor jezelf. Dave, kijk hoe ik het. Ik was laatst in een de winkel. Mm -hmm. Deze mensen hebben geslapen in mijn kamer, gegeten in ons huis. Ja, ja. ben opgegroeid met ze. Ze zien mensen lopen weg. Want als, dat is het gewoon. Dus je bent gechant. Ja. Ja, 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 ja. Maar dan zien ze je gewoon als groeten ze, of, of Sommigen wel hoor, laat me eerlijk zijn. Sommigen zijn wel nog aardig. Mm -hmm. Maar sommigen zijn echt. hebben echt het denkje van zichzelf. Ze zijn Jehovah's organisatie. Ze zijn de enige ware organisatie. En iedereen die eigenlijk niet gelooft in Jehovah is basically bad and they're all gonna die. Eigenlijk hebben ze het wel slim aangepakt door oh. jullie buiten... om alle informatie weg te Is the biggest worden. con. This is the best scam ever. <laughs> ik zweer. Ik... Hoe, hoe groot is die gemeenschap ongeveer? Volgens hun, 8 miljoen mensen over het hele wereld. En in Suriname, denk je, hoeveel? Oh, dat heb ik niet gecheckt. Maar ging jij ook van door naar door? Om... Oh ja. En dat ook ja Dave. Uh -huh. Dus terwijl iedereen <coughs> speelt. Zaterdag slaap je uit. Sabrina staat voor je te klappen. <laughs> met brochures en zo. Maar ja. Waarom kiezen jullie zondag eigenlijk? Want dat, dat Want eigenlijk. Of zaterdag, ochtend, Maar het werkt alleen maar irritatie. Ik <laughs> Want <laughs> als ze op mijn deur komen, brengen van: Eh hey broertje, is slaap toch niet best man. Ik wil daar niks meer horen. Maar ik dat hoe die, dat ik me voelde. Ik moest elke ochtend wakker worden. Um, wel niet elke ochtend, elk weekend. Je wil ook uitslapen. En dan, je gaat naar school. Mm -hmm. Je komt naar huis. Alles is bij bijbel. En dat is ook zwaar, want. Ik ga ook links sturen hiervan. Mm -hmm. Basically, everyone else is bad association. Dus toen ik naar school ging. Was dat ook zwaar, want ik wilde vriendinnen hebben. Maar dan zit ik met, in, met, in mijn hoofd... Jova gaat ze doodmaken. Ik moet voorzichtig zijn. Ah. Dus daarmee liep je rond ook als kind? Ja, dear. dat is wat ik probeer. En kijk mensen, niet iedereen heeft het zo ervaren. Toch? Ja. Ik heb dit vanaf... Ja, dit is jouw verhaal. Dit is mijn verhaal. Ja, ja. Dit is hoe ik het heb ervaren. Maar ook duizenden over de hele wereld. Van, mm -hmm. Intussen heb ik contact gehad met heel veel. Je bent bang. Als ik foto's ga wijzen. Is. Oh. Als ik foto's ga wijzen aan je. Van wat ik heb gezien als kind. Waarmee ik ben opgegroeid. Hmm. Je bent zo bang. Je bent zo bang. Foto's. Wat zie je op die foto's? Satan-dingen of Richard? Ja, Satan-dingen, enge beelden. Um, ik ga een foto aan, aan je wijzen over basically een soort leeuw met zeven hoofden. En dat moest het UN voorstellen. UN? Dus United Nations. Jarenlang heb ik geleerd dat they are Babylon the Great. They are bad, bad, bad. Mm -hmm. staat in hun, in hun boeken. Niet bemoeien, ze zijn zo slecht, 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 slecht. En dan toen ik eruit ging, kwam ik tot de ontdekking dat ze een membership hadden met de UN. En voor mij was dat een shock. Ik dacht: van, hè, wat is dit? Dus wacht even, dus jullie worden gewaarschuwd voor de UN, maar. Ze hebben een membership bij Ze hebben de een UN. membership daar. En dan is het eruit gekomen in The Guardian, dus in Amerika. Ja. En dan. Natuurlijk wanneer jij niet gaat kijken, weet je niet. Dus wanneer je. Je hebt oude eldersletters mm -hmm. dat ze sturen naar elke gemeente. En bekendmakingen worden gemaakt vanuit het podium. Dat is alle informatie dat we kregen. Dus dan wist je niet dat al dit soort dingen gaande waren. Dus eigenlijk wanneer je vriendinnetjes netjes maakte, je van, zang, die gaat binnenkort dood. Wauw. Ja. Dus je maakt je eigenlijk ook heel erg zorgen, want je gaat automatisch... Constant. Constant, Dave. Constant. Constant anxiety. Pro Probeer je ze dan ook te overtuigen. Oh nou, dat, was, dat, dat is waarvoor ik ben getraind. Daarvoor ben ik opge... Dat is mijn opvoeding geweest. Mensen bekeren in het. Heb je, heb je wel eens mensen naar binnen kunnen trekken? Is het je geluk ooit? Om zieletjes te winnen? Als ik dat heb gedaan, sorry hoor. <laughs> ja, nee, maar. Zover. Ik denk het niet hoor, Dave. Maar als ik dat heb gedaan, again, sorry. Ja, maar je wist niet beter. Dus nee. je moet jezelf ook niet kwalijk nemen. Maar je nee. bent ook een kind die is gegroomd om dat te doen. Je was. Precies. Precies. En dat snapt men niet. Want ik word nu ook aangevallen. Ja, maar jij hebt ervoor gekozen. Nee. Ik wist het niet. Je bent erin geboren. Ik echt. ben erin geboren. Mijn ouders zijn niet erin geboren. Maar mijn vader kwam van zo'n fucked up achtergrond. Mm -hmm. Mijn moeder ook. Ja, maar dat is dan hun hoofd vast geweest natuurlijk. Ja. Soms heb je, soms maar ja, dan zie je ook dat veel kerken gebruik, gaan vaak ook bij verslaafden en zo, of ex-verslaafden, want dat is hun laatste. Ja. En ik moet ook zeggen dat ze veel mensen werkelijk helpen hoor. Dus ja, laten ja, we dat, ja, laat ja, we dat ja, ook ja. duidelijk stellen, dat ze dus ja. die mensen ook vaker hebben geholpen gewoon. Helemaal, helemaal. Want ik, ik zeg ook soms, ik heb wel eens geprobeerd om een heroïne junk te helpen. Ja. Op een gegeven moment heb ik zelf tegen hem gezegd van hé hey broer, ik denk dat je naar de kerk moet gaan, want zij is ja. een specialist. Hierin. Ja. En wat die mensen dan ervaren, bijvoorbeeld je vader is. Ja. Van jongen, niemand die me kunnen helpen, behalve voor deze mensen. Dus, dus je dankbaarheid is dan zo groot. Maar je uh, pakt je eigen familie daarop. Er is een prijs. Er is een prijs dat betaald moet worden, duidelijk. Ja. Weet je, dus uh, je hebt het ervaren als opvokken, want misschien zijn andere mensen die het ervaren als een blessing. Ja. Dus laat me het netjes. Laat me het ook netjes. Zeggen, weet ja. je, want. Uh, ja. That, yeah. Het is jouw ervaring. Ja. Uh, heb je dan intussen contact met anderen die eruit zijn getreden? Gestaan? Ja. Ja? Zijn er, Dave, dus daarom doe ik dit ook. Mm -hmm. Ik heb berichten gekregen van vaders, van moeders, die hun familie hebben verloren, hun kinderen. Mm -hmm. En zeggen, Sabrina, praat alsjeblieft meer erover. Mensen moeten weten. Ik heb berichten gehad van mensen die vanwege hun bloeddoctrine, je mag geen bloed nemen, krijgen, accepteren. Als je, je, je ongeluk krijgt en je moet... Ja, dus je, oh, laat me duidelijk, laat me duidelijk. Je hebt zo'n bloedkaartje en dan zijn er bepaalde delen van de rode bloedcellen... dat je wel mag accepteren, gebaseerd op je geweten. Hm. Je moet eerst nazoekwerk gaan doen, maar je mag geen bloed, bloed accepteren. Dus transfusion? Ja. Dus eigenlijk als je ongeluk krijgt, dan moet je gewoon doodgaan? Ja, en dan heb je, en dan kijk hoe messed up dit is... Je hebt dan ouders die dit hebben gedaan of mensen die dit hebben gedaan en dan worden hun ervaringen gebruikt op het podium en dan vertellen ze het en they are being praised for it. Ik, hoe bedoel je dus? Ze hebben het heel goed gedaan omdat ze Jehovah hebben gekozen. Dus, maar wacht even. Dus, ik ben... Ja, Ilasi Libi, maar omdat, omdat je voor je hoofd hebt gekozen, heb je het goed gedaan? Oh, dus die persoon leeft niet meer en dan worden ze geprezen in, de, in, in het Koningshuis. Ja. Yeah. Serieus? Ja. Yeah. Dus die mensen worden ook nog het helden gezien. Yeah. Maar ik heb begrepen dat soms het bijvoorbeeld, ik weet je, dat het in jullie community is, dat als een kind bijvoorbeeld ziek was, dat de artsen dan zeiden van hey, dat kind moet in het ziekenhuis of weet ik veel, dat zijn ze nieuwe gaan bidden. En niemand mag dat kind helpen. Is dat ook bij jullie dat geval? Oké, okay, dat heb ik wel niet. Nee, lam. Okay, dan ga ik weer over mijn ervaring praten. Ik heb het uh, stomste accident. Mijn knie is nog steeds opgevakt. Het is een kam gegaan. Het is geen kleine accident. Het is een vreselijke, pijnlijke accident. Ik heb het ook gehad. Het wordt erger. Het wordt uh -huh. erger. Mijn vader was zo fanatiek. En dan begrijp Dave, dat zijn mensen die komen uit het buitenland. Uh -huh. Rich people, missionaries, zo noemen ze. Ik, ik zag, zag rijker erbij. Um, ik heb Lantikarta. Mijn ouders hebben Lantikarta. Want je mag niet materialistisch zijn. Ik zag niet dat ze zeggen: je moet geen insurance hebben en dat soort dingen. Mm -hmm. Hun handen zijn verzekerd. Wij hebben Lantikarta. Mijn vader luistert naar alles dat ze zeggen. Het was zo belangrijk voor mij. Ik mag geen enkel. Um, uh, saal meeting missen. Die uit mijn kam, mijn vader wordt boos omdat ik niet naar de zaal ga. Donderdagmiddag gebeurt dit. Ik ben pas maandagochtend naar AZ gegaan. Ik heb donderdag, vrijdag, zondag, gewoon op bed, met mijn knie uit mijn kam, gelieven met pijn. Het was nog steeds uit de kom. Mm -hmm. Ik en, heb zoveel botten gebroken, toch? Borst zelf. Dit is de meest pijnlijke accident die ik ooit heb gehad. En je hebt vier dagen. Ja. En oké, okay, ik geef je Kijk, laat me ook voorzichtig zijn hoe ik praat. Dus niet dat ze het niet hebben ze gaan niet naar de dokter, sowieso. Mm -hmm. Maar de manier hoe mijn vader ook was geïndoctrineerd en ja. fanatiek dat hij was. Het eerste waar hij me heeft gestuurd is naar de ouderling. Want toevallig, de ouderling in de gemeente waar ik was, was deel van. Um, nou, ik moet goed zeggen. HLC. Hospital Liaison Committee. Mm -hmm. Het is een, een groep van ouderlingen. Dus wanneer er iets gebeurt met de joven als getuige... en ze belanden in het ziekenhuis... Zijn, zijn die ouderlingen daar ready. Want je mag geen bloed nemen. Dus, dus mijn vader is... stuurt me naar daar. Mm -hmm. Eerst naar hem. En dan ga ik later naar de dokter krijgen... voor wijsbrief en zo. Maar we mochten materialistisch. Je mag niet materialistisch zijn. Dus dan direct zeg ik ook... elk klein ding dat mijn moeder wilde kopen. Fiets, brandfiets van mijn broer... telefoon voor mij, council... direct naar de ouderling. Dus mijn vader... daarom zeg ik... ik, moet, ik ga niet alles schuld geven aan mm -hmm. de organisatie. Mijn vader was direct... ouderling bellen. Mijn vrouw is materialistisch, mijn vrouw is materialistisch. Maar, maar dat staat ook in hun, in hun ontwaakt en en dat je dat niet moet zijn. Dus we hadden geen vervoer, niets. Dan moet je andere mensen gaan vragen om je te brengen naar het ziekenhuis. Dus nu kijk ik naar mijn vader en dit is dan zwaar op hem, want hij is niet de vader geweest. Ja, ja. Een ander man, toevallig Appas, <clears throat> want mijn moeder heet Appas, agente. Um, haar ex-man heeft mij en mijn moeder toen gebracht naar Azen En toen was mijn hele been, en dan ga ik verder, van hier tot hier, chips yeah. Sabrina was de volgende week gewoon in Koninkrijkzaal. En dan wat gebeurde er? Maar met de boot, pagaai, pagaai. Nee, toen, toen, na, toen, sorry, toen ik vier was, verhuisden we naar Ellen. Oké, oké, oké. Dus dan was het, niet, was het niet ver, maar in okay. Burg Ellen. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. Maar ik was dan weer Koninkrijkzaal met ik wilde thuis zijn. Ik had pijn. Ja, het doet verschrikkelijk. Pijn dus daarom, Ik, 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 ik weet wilde leven. Zelf ik naar het toilet gaan is moeilijk. Want soms, is die, soms is die pot hier en die muur is hier. Maar je, je been that? is gestrekt. Is dus that dan that? moet je die deur openlaten. <laughs> en dan moet je moest mijn been helemaal uit, dit, uit die pot. Dus uit, 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 uit het toilet. Dus ik, ik snap het helemaal. Het is een verschrikking. Twee that, that... keer heb ik gips gehad tot daar. En dan ben je. In de Koninkrijkzaal, en hmm. dan ga jij nu gebruikt worden als. Ja, maar kijk, Sabrina, de hele zijn gips Waarom ga jij dan niet naar de zaal? Dus, dit is hoe ze elkaar. Ik vind dat het manipulatie het is. gemeen. Het is gewoon gemeen. Oh, dus omdat jij dan ineens verschijnt met gips bij je ook, okay? hè, heldin. En dan gaan ze die andere kinderen zeggen: al, al bos je hoofd, je ja. moet, moet naar hier komen. Ja. Maar dat is hoe ik het heb ervaren. Wat is het meest vervelend dat je hebt ervaren leven in zo'n organisatie? De community, laat maar het zo zeggen. Jij noemt het de cult, ik noem het de community. The community. Alles. Vooral mentaal. Heel zwaar. Heel erg zwaar. Het vervelendste, en dit is vulnerable. And ik, ik had een TikTok-video over gemaakt, ik heb het wacht gehad. Maar ik ga het hier, hier vertellen. Er was ruzie. Gemeente, jugo ouderlingen. We gaan naar huis. En ik denk van... Dit is het. Ik ga zelf... Ik heb heel veel zelfmoordpogingen gedaan. I'm still here. Okay. Ik lach erom. Dat is het enige wat ik kan doen. Hey, laugh, it off, me oh, laugh it what? off, my good Laugh it off. Het is... It is. Is ook een vorm van uh, verwerking. Ik ga een voorbeeld, niet een voorbeeld, een ervaring geven en dan denk ik dat je gaat begrijpen hoe fucked up het is. Ik ga naar huis ik denk van dit is het, dit is het, ik, ik, ik wil niet meer. Hm. Mensen van Ellen en, en Marienburg gaan weten, en ben gelopen, er was, een, er was een tent waar ze warme vis gingen verkopen, net om de bocht van waar ik woonde hoor. Me gostone agras met creme, creme ik kan niet meer ik was 15 mm -hmm. en dan nog steeds alle indoctrinatie einde van de wereld kwam Jehovahs getuige dit en dat um, ik loop dan terug naar huis het is dan laat mm -hmm. tien uur zo iemand ziet me geen Jehovahs getuige maar ze kennen Jehovahs getuigen en familieleden van do I want to say him je hoorde het voor het eerst. het voor het eerst. Zit me op straat. En ik heb altijd lang haar gehad. Volgens haar was het Kaya Kaya. Dus dan was ik met een man ergens. Dat is de Ik wist niet dat hij me me heeft gezien. Ik ga naar huis. Ik denk: dit dat het. Sabrina drinkt een halve glas chloor. En luister naar chloor van toen was anders dan chloor van Mijn <laughs> moeder, dus dan begin ik te hoesten en te katsen en zo. Oh, je hebt wel dat half glas chloor gedronken, dus? Ja. Oké. Okay. Mijn moeder merkt op dat iets mis is. En dan ga ik vertellen hoe, hoe meest op ons familieleven is. Als ik ook gewoon onderground, fong, koffo, klap. Terwijl je bezig bent eigenlijk. <laughs> Ja, dus je, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. Doe te gaan. Dus ja. je hebt chloor gedronken. Ja. En in plaats van, migar wat moet ik doen? Mima, voor mij. Want zij zit onder... Want het was een jugu jugu tussen mijn vader, ouderlingen en... Ja. Yeah. Yeah. Jugu jugu tussen mijn vader, ouderlingen. Oh, het was weer iets. Ja. Altijd iets. Ja, ik luister. En mijn moeder zit ook onder heel veel stress. Mm -hmm. um, wat er gebeurt I ik heb dat ook. I have dissociative disorder. Dus ik ga uit mijn lichaam. Yeah. Ik zie dat alles gebeuren. Ik zie hoe mijn moeder me rammelt. Oh, je, voelde, je was gewoon eigenlijk nam. Je, voelt, je nee, voelt niks. Je voelt dan niets meer. Wow. Kofu, kofu. Ik weet nog, er kwam eruit. Het volgende dat ik me herinner is, ik zit op bed. Ik krijg een glas melk. Een paar telefoontjes worden gepleegd. Dokter en zo. volgende dag ga ik naar school. Milo-examen. Niemand weet wat er gebeurd is. Ik ga naar school, ik maak mijn Milo-examen. En dat, dat is dan één simpele ervaring. Maar had je geen last dan nog van je buik en alles en zo? Ik weet niet hoe ik het heb overleven. Ik heb wel chronische aanhandsteeking hoor. Vorig, vorig jaar heb ik toen uiteindelijk een onderzoek aan hetzelfde rode plekken gevonden in mijn maag want ik had verschrikkelijk veel pijn want ik kan niet ik kon zelfs niet lopen mm -hmm. dus je denkt wat er een schade is geweest ja natuurlijk yeah. <laughs> nee maar dat is een simpele erva een ervaring van hoe het was ik kreeg een telefoon, ouderlingen worden gebeld, mijn moeder wil uh, ons huis renoveren, ouderlingen worden gebeld want ze is materialistisch bezig ze so wil iets doen, ouderlingen worden gebeld. Ik wil naar vijf gaan, middelbare school. Drie ouderlingen zitten in ons huis. Bijbelteksten lezen, aan te spreken, het is niet netjes. Wacht, wow, stop. Ik wil even weten, hoe gaat het zo aan toe? Dus laten we zeggen, jij en ik zijn een koppel. Oh, God. Nee, 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 Is voor. Nee, en... nee, want er komen nu flashbacks. Zoals een zo flashback. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. We willen erin gaan. Uh, we zijn een koppel en jij wil gaan. Herinrichten. En ik bel dus die ouderlingen. Hé hey, broertje, smafok op. Wat is dan de procedure? Wat gebeurt er? Ze komen aan bij je deur. Of? Ja, ze gaan een afspraak maken. Ze komen thuis bij je of je gaat naar de koninkrijkzaal. Mm -hmm. um, twee ouderlingen, soms één. En dan gaan ze Bijbelteksten lezen, praten met je dat het niet Jehovah wil dit niet, of Jehovah leert ons dit niet, of al dat soort doen. Hoe is hoe, hun hoe manier van praten? Komen ze rustig, of is het meer uh, Beide. gebiedend? Beide, hoor. Je hebt natuurlijk ouderlingen verschillen. Oké. Okay. Ouderlingen verschillen. Je hebt sommigen die als dictator zijn, en je hebt aardigen die netjes praten en zo. Maar ze hebben een denkje van zichzelf. Want. Ze zijn de enlightened ones. Exactly. Exactly. <laughs> ik probeer mijn hoofd eromheen te Wat Je weet toch okay. wat je me vertelt. Maar maar, het da, hoor. <laughs> ik kan niet geloven dat je kind geloord drinkt en dan ga je die persoon juist rammelen in plaats van direct naar de dokter maar te gaan. Maar dat <clears throat> heb ik... is zwaar om dat te vertellen. Maar dat vertel ik omdat ik ook wil dat men begrijpt dat het is ook zwaar voor ouders. Ja. Yeah. Hoe, hoe vaak heb je gebeurd om zelfmoord te plegen? Oh. Aantelbaar. Ja. Heb je vaker dingen ingenomen toen? Of hoe zit het? Nee, chloor, eerste, laatste, daarna niet meer. Oké, okay, <laughs> ik had andere methodes, dat zal ik <laughs> niet opnoemen. Ja, ja. Waarom wees je niet opnoemen? Nee, het, het, ik, I don't, het, is, het is serieus. Ja, ja, ja. En ik wil anderen ook okay geen ideeën geven, weet je? Point ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Oké, okay, natuurlijk als je erover praat, kunnen anderen denken: van... ai. Dat er is nog... een optie nu. Nee, maar je bent nog steeds hier, dus het is, je was duidelijk geen succes. Ja, het het... is na nou, het moesten gebeuren. <laughs> <laughs> ja. Maar ben je ooit in het ziekenhuis beland erdoor? Door één nee. van je attempts? Nee, 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 nee. Gelukkig. Omdat ik, ik wilde ook kijken, wanneer je zo opgroeit, ik was, en ik kan dit nog heel goed herinneren, die, mm -hmm. ik was drie. Mijn pa vond mijn bijbel nog erbij. Wauw. En ik weet nog... Dit is om uit te leggen hoe ik ben opgegroeid. So, want ik wil dat mensen snappen. Ik was drie. Twee, drie. Ik zei nog tegen mijn moeder... En, en ik denk dat jij het ook kent. Ik zeg patspoen. Waarmee uh, We hebben het allemaal in ons, toch? Potlip. Potlip. Patspoen. ga je niet en ik zei tegen moeder: Mama, als papa vandaag thuis kwam, ga ik hem slaan. En ik was twee, drie. Mm -hmm. Dus ik was al bewust van wat er gebeurde. Hij heeft haar gerammeld, ik heb dat gezien. Het is de eerste keer dat ik me heel goed kan herinneren: dat hij disassociated. En daarom ben ik ook nu ook zo geestelijk herleefd. Want dan. Is het eigenlijk, is het eigenlijk een, een. Ik herinner me nog dat. Ik zeg mijn maar higher self. Mm -hmm. Aan mij zei van Sabrina: dat komt goed. Is een vorm van bescherming ook, weet je, dat ja. je gewoon uittreedt. Ja ja, 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 ja. Ik dus heb anderen die me beschermen. Ik heb andere Sabrina's die me beschermen. Dat is eigenlijk ook een gaaf je, dat je dat zo vroeger kon. Ja, en dan ook qua financiën, materialisme en zo. Ik weet nog: mijn moeder kwam toen bij me en ze, ze lachte me uit. Dus daarom heb ik ook zo'n vreemde band met geld. Mijn vader, als hij soms zin had, dan gaf hij geld. Als hij geen zin had, dan gaf hij geen geld. En dan had ik mijn kleine portemonneetje met mijn één gulden, twee gulden. En mijn moeder kwam naar me toe en ze legde me uit van... Mama heeft geld nodig, want we moeten eten en we moeten drinken. Mama gaat je, je zak geld nemen. En empathie, Dave. Ik hm. was zo klein en ik snapte al... Eigenlijk, basically, hoe messed up alles was. Wauw. Dus kinderen weten veel meer dan ouders denken eigenlijk. Ja. Hoe voelt het van binnen wanneer je ziet dat er wordt gevocht in het huis? Wat voelde je van binnen? Kan je dat uh, nog een beetje herinneren? En heb je er nog last van? Ik heb jarenlang nachtmerries gehad, ja. Dat ik dan wakker werd en ging huilen en schreeuwen. Mm -hmm. Maar ik... Kijk, omdat ik heel veel disassociate, is het moeilijk voor mij. Het is makkelijk voor mij om andere mensen gevoelens te voelen, maar mijn eigen gevoelens niet, want dan ga ik direct eruit. Ja, je bent, heel, is, je bent bang om te zien wat je daar gaat vinden, eigenlijk. Het is zwaar. Ik heb wel gezeten ermee, want dit is, kijk, is er niet die denk je van shit, ik ga dit doen, ik doe dit nu echt, weet je. Yeah. Je zit ermee, ik heb echt ik ben diep naar binnen gegaan, hoor, mm -hmm. Dave. Je zit met Ali ook je lelijke kanten. Je, kant, je nare ervaringen. Ja. Um, geen enkel kind moet dat ervaren, sowieso. En vooral wanneer je opgroeit, in, het in maakt niet uit welke religie. Huiselijk geweld maakt niet uit. Kinderen moeten spelen en ze moeten... Mm -hmm. Genieten van het leven. Maar, spelen jullie als kinderen in de community? Of is het gewoon... Wat, wat doen jullie eigenlijk als kind? Kijk, ik... Ik... Nee. Wat deed je dan? Je werd wakker en dan wat? Dan ga je bijbel lezen. Serieus. Dus ik zei het als een grapje. <laughs> <laughs> dus je hebt dagtekst. En dan eigenlijk elke ochtend als familie... moesten we aan tafel zitten en dat lezen. Maar lees je dan luid op? Ja. En toen ik opgroeide, um, dan, moest ik, dan ben je nog jong en je, je begrijpt niet alles. Dan moest ik overal waar je hoofd en Jezus stond, moest ik dan highlighten en zo. Want je gaat naar de Koninkrijkzaal en je gaat je vinger opsteken en je kan antwoord geven. En dat soort dingen. ja. Dus je gaat naar school, je komt thuis. Familie is mest op. Mm -hmm. Je gaat naar de zaal. Je gaat naar school. Je kwam thuis, familie is mijn stap, je had naar... Dat was het voor heel erg lang. Had je ook andere familieleden die van jou vastgetuigd waren? Nee. Dus, dus jullie bemoeiden ook niet met de familie? Nee. En, dus dat is ook een, een punt dat ik wil aanhalen. En mensen gaan zeggen, het is niet waar, is niet waar. Um, je wordt aangemoedigd om eigenlijk niet te bemoeien met je familie. Om afstand te nemen. Om afstand te nemen. En natuurlijk omdat mijn vader zo fanatiek was... Dave, mijn nanny woonde vijf minuten van me, mijn andere ooms en tantes ook vijf minuten van elkaar. Jaren zag ik hen niet. Hebben jullie nu contact? Nee, niet echt. Jullie kennen elkaar ook dus eigenlijk niet eens. Zet, nee. En dat doet pijn. Dat doet pijn. Mijn eigen neven en nichten, Dave en neefjes nichtjes. Ik ken hun. Ik heb niet echt een band met hun. Ik heb wel een paar leuke memories van ons. Kronenburg, weet je waar je matras op de grond zet en dan gaan we allemaal slapen en zo. Dat is het. Voor heb, de rest niet Heb je geprobeerd om ze te benaderen vanaf je bent gestopt met de kerk? Met, met Jehovah's getuigen, laat ik het zo zeggen. Nee, want um, ik ben wel een paar keer gegaan op bezoek en zo. Oh. Maar het is awkward. Het is anders. Het is nieuw voor jou, dus yeah. het gaat sowieso awkward zijn. Yeah, dus je yeah. moet eraan wennen eigenlijk. Yeah. Ik zou het zeker doorproberen. Ja, 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 ja. Vooral nu ik dit doe. Mm -hmm. Dit is een vorm van het proces ook natuurlijk. Ja. En dan zien ze dit ook en dan weten ze ook van: oh ja. Maar ze weten ook hoe zwaar het was hoor. Ze weten het ook. Ja. Dus ik heb geen band met, met uh, mijn eigen ooms en tantes. Wauw. Ja. Je wordt echt geïsoleerd. En dat is mijn ervaring. Sommigen bemoeien gewoon met hun familie en wat dan ook. Maar. Als je je houdt aan hun regels, hun doctrines en wat ze allemaal plaatsen in hun lectuur, dan bemoei je je niet met de rest van de wereld. Ja, want jullie hebben jullie echt tot, tot, de, tot in de puntjes aan de regels gehouden. Ja. Natuurlijk weet ik ook. <coughs> ik had maar... Ja ja ja, 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 ja. Ik, niet, ik ga niet zeggen en, dat ik heilig was in de Engel hoor. Ik heb ook fouten oh, gemaakt. Oké, okay. en je was dus... Ik ga ervan uit dat je dan moet... Op een gegeven moment, hoe zit het met dat huwelijkstukje? Want ik bedoel, als, je, als je puber bent, dan word je ook verliefd op een jongetje op school, toch of niet? Of een meisje natuurlijk, dus alles kan, maar ik bedoel. Dat mag niet, dus sowieso moet je trouwen met iemand binnen. van binnen het geloof. Wordt het voor je gekozen? Nee, je mag kiezen, je mag kiezen, okay, okay. maar natuurlijk heb je standaarden: uh, ze moet geestelijk zijn, hij moet geestelijk zijn, pionier, wanneer je pionier bent. Wat is een pionier? Um, dus je gaat een aantal uren in de vuildienst. Van, van huis tot huis. Dus je hebt. Um, regular Pioneer, Special Pioneer en Hulp Pioneer. 50 euro, 70 euro en 100 zoveel euro. Dat is wanneer je bent gegaan van huis naar huis. Ja. Om mensen te hun geest te winnen, ja. hun zielen te winnen. Ja, ja. En wat en, as, als je dan. Dat wordt genoteerd. Je uh -huh. gaat zo. En dat is nu. Veranderd. Vorig jaar hebben ze het veranderd. Defende meer jaar aan dat was Jaar in jaar uit. Zoveel ruistes in ons huishouden. Want, je gaat, want ze letten erop. Ja, je bent niet, niet genoeg van huis tot huis, dit en dat. Je moet een bepaalde quota halen voor je mag trouwen. Nee, nee, nee. Maar het is, oh, het is een soort status. Oh. Dus het is een soort status, wanneer je dan als broeder of als zuster, als je dan gaat trouwen. Als je trouwt met iemand die ging pionier of speciale pionier was of heeft gewerkt in bedden, huis van mm. God. Dan is het zo, oeh la je bent getrouwd met een pionier of, weet je. Ja, dan ja. Yeah. heb je een sterretje, verdiend, een plumpje verdiend. Ja. Even hoor, we gaan eventjes door. Dus deze uitzending is wat langer. Dus ja. voor de mensen die naar tv keken, je kan het verder volgen op YouTube. Ik moest het even doorgeven, want ik word al lang gewenkt dat we wel een uurtje hebben berekend. Mm -hmm. Sorry. <laughs> nee, we gaan rustig verder, want ik ben nog steeds oprecht geïnteresseerd. Maar dit is ook nieuw voor mij, want dit is een gesloten gemeenschap. Yeah. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig. Yeah. Um, wanneer is ze op straat ging? Yeah. Wat. Um, wat ervaar is, hoe werd je behandeld door de mensen bij wie je aankloppen aan de deur? Want ik weet ik niet zo netjes ben geweest naar jouw community. Als ze kwam, heb ik ze eerder weggejaagd dan wat anders. Ik kan. Ik ga zeggen, ik heb geluk gehad in, dat ik niet, geen nare ervaringen heb gehad. Behalve dat dagulong, weet je, <laughs> dat soort dingen. <laughs> um, ja, mensen schelden je uit en zo of ze jagen je weg. Mm -hmm. Hoe voelt het als spang je niet? Nee, weet je, het, laat, het geeft je eigenlijk een soort goed gevoel. Want je denkt, ze laten je zo denken, Dave, mm -hmm. dat je zo speciaal bent. Dat, when, hoe zeg je dit in het Nederlands? When you get persecuted. Mm -hmm. Als je uh, vervolgt. Dat je goed bezig bent. Dus dat, dat ik dit nu doe, gaan zoveel mensen in, in this community. Gaan zich goed voelen, want ze denken dat ze. they're on the right path. En I'm on the wrong path. Want ik ben slecht bezig. En voor hen is dit voor like, um, hun feit, mm -hmm. het maakt het sterker. Voor hun geloven. Voor, ja. Maar eigenlijk hebben ze het wel echt slim bedacht om, om, om al deze dingetjes juist te gebruiken als winners. Big, wanneer ik zei, dit is kolonialisme en slavernij, nee, top tier level. Je er iets van Hitler. Ja. Yeah. Wat is die Theorie? Oké. Okay. Toen ik opgroeide hadden ze een film, Purple Triangle. Dat Purple is, Triangle. Ja. Yeah. Mm -hmm. uh, je uh, heeft het gemaakt. Mm -hmm. Omdat je toen ook in concentratiekampen waren. Tijdens de holocaust enzo. Ik ga heel voorzichtig moeten praten nu. Vooral wat er nu in Palestijn... met de Jews en al dat soort dingen. Hoe het aan mij... hoe het overgekomen is bij mij. Hoe ik het heb aangeleerd. Leek het alsof... omdat het Jehovah's organisatie is... Hitler met opzet... hun ging aanvallen. En alleen Jehovah's organisatie... Wordt, krijg, heeft zulke ervaringen. Ga ik nu eruit? Ga ik naast zoekwerk doen, kom ik tot de ontdekking dat de founding father, en ik zeg founding father, van het Organisatie... Rutherford... dat is zijn achternaam, een brief schrijft naar Hitler. Okay. En ik zal links sturen, want ze zijn documenten zijn gescand, ik ga niet zomaar dingen zeggen, mm -hmm. waarbij hij basically eerst eens is met Hitler, toch? M maar alleen omdat ze hun lectuur, ik ga weer voorzichtig moeten zijn, niet mochten verspreiden in Duitsland. En dat vond de, de founding father niet leuk. Mm -hmm. Een heleboel dingen zijn gebeurd. Hitler is boos geworden. Ze hebben nog meer brieven geschreven. Ik heb ze, dus ik zal ze aan je, aan je geven. Ja, terwijl, dus we gaan die brieven sowieso dan ook uh, plaatsen. En dan hebben we... Zo so is het dan dat Jehova's getuigen ook specifiek zijn aangevallen. Niet omdat ze Jehova's organisatie waren. It's just because the founding father did some stuff. Waarover rank and file, dus mensen als mij. Mm -hmm. Niet die hoge members. Niets ervan weten. Dus dan denk je ook. Ai, Hitler had iets tegen Jehova's getuigen. Nee, ze hebben het zelf gezocht. Wie was jullie founding father als ik vraag? Uhm... Charles Stace Russell mm -hmm. en de andere was Rutherford, ik ken zijn voornaam niet. Maar zij woonden ook in Duitsland duidelijk. Nee, in Amerika. Dit zijn Amerikanen. Dit is een Amerikaanse stad dat <tie> En nu dat ik Oh, dus wacht even, dus die Amerikaanse brief van Hitler ja. en die mensen in Duitsland worden opgevokt. Ja. <laughs> Sorry. Aaron. Dus die man die man die, die brieven verstuurt was veilig in Amerika? Ja. Oké. Okay. En hij wilde dus ze geld maken, want kijk, ik zag het als een publishing company. Yeah. Toch, want ze gingen lectuur mm -hmm. verdelen. Dan wil ik ook specifiek aanhalen dat er in Malawi en Mexico ook um, situaties hebben plaatsgevonden waar. En ik ga dit zo zeggen, Dave, want Joost, getuigen hebben een jaarboek. Mm -hmm. Nu denk ik niet meer dat ze het hebben, want natuurlijk verliezen ze hun members. Dus ze kunnen niet meer zeggen: van, oh, we hebben groei. En daarin las ik hoe vrouwen werden verkracht, vermoord, mannen ook. En dan gingen ze het zo vertellen, omdat het Jehovah's organisatie is. Om te, om te, het doet pijn, mm -hmm. want ik ben opgegroeid en ik, ik geloofde dat echt. Om te leren dat het gewoon kwam door... Het kwam door mensen aan de top. Zij hebben een paar dingen gedaan, leugens verteld, wat ook. En mensen hebben hun leven verloren. Just because they believed in these nine men. Nu zeg ik negen, toen was het zeven, acht, ja. En allemaal wonen in Amerika ja. dus. En ik, ik vertel dit alles nog even, omdat ik wil dat mensen dat Ik verlies mensen van mijn familie nu, mm -hmm. want ze zijn nog erin. Ga niet met me praten. Mm -hmm. Just because eight men decided like a, hundred, a hundred plus jaren geleden. Oeh, laten we iets beginnen. Zoveel mensen hebben hun leven verloren. Door het doctrine, Malawi, Mexico, Hitler gedoe. Kinderen zijn misbruikt geworden. Alleen voor geld. En omdat wat... Ja, dat is power hè? Power. Power is de ergste drugs die er bestaat. Ja. Kijk maar naar de politiek. Het ja. zijn allemaal mannen die niet. Joe Biden kan niet eens een zin goed uitspreken. They, en nog steeds willen de macht hebben. En dan Dave, dan snap ik niet. En dit is dat kind, Sabrina. Mm -hmm. Hoe te hell laten wij als mensen, mm -hmm. ik hoor steeds, hè? it is what it is. Oh, ja, nee. wat, wat kunnen we doen? Dat is, nee. Ik denk van hoe ver zijn we van onze humanity? Dat dit alles gebeurt en we doen niets. Ik ben blij dat je dat zegt, ja. want wat je wel merkt is dat wereldwijd, je steeds meer opstand. Ja, en ik ben zo blij. Want je zegt bijvoorbeeld ook, uh, ze verliezen members. Ja. Oké, okay. mijn analyse. Ze verliezen geld. Ja, <laughs> nee, maar mijn analyse is, informatie is nu gewoon bij iedereen in zijn handpalm. Ja. Dus nu sta je voor je met een fanatieke Jehovah gaat terug en per ongeluk kom je op een site. En je gaat doorlezen, doorlezen, doorlezen. Zo uh, komt de waarheid steeds meer naar boven. Yeah. En bijvoorbeeld, vroeger konden politici makkelijk geld stelen. Als, uh, men, 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 iedereen praat altijd geweldig over Pengel. Maar Pengel was premier en hij was ook volgens mij vier ministers tegelijk. Niemand praat erover. Ja. Yeah. Maar dat is wel wat in Suriname is gebeurd. Vandaag de dag zou dat absoluut niet kunnen, want dan ben je gewoon een grote corrupteling. Maar ja. er staat wel een mooi standbeeld van die man op het, op het plein. Want wie gaat nou premier zijn en vier functies hebben? Vroeger kon dat. Nee, nu, als ze eventjes wat, wat grond willen geven aan mensen die niet van hier zijn, wordt het al zwaar opgeblazen in de media. Ja. En dan nou is er heel in dat het gaat om die Mennonieten. Maar het gaat niet om die menonieten. Ik, ik heb pas een podcast gehad erover. Het gaat om die 500.000 hectare die men op een rare manier wilde krijgen. Ja. Begrijp je dus? Maar er komt steeds meer informatie naar buiten. En op een gegeven moment gaat het begint te borrelen bij iedereen. Ja. En op een gegeven moment gaat die, die pot overkoken. Dat kan ik je garanderen. Dus dat van. Maar die... Alleen, alleen die transitie ja. gaat gepaard zijn met veel pijn. Oh, yeah. Want elke geboorte van iets nieuws, van een mens, van een dier, van een systeem. Elke geboorte doet pijn. Yeah. Snap je, die moeder schreeuwt van de pijn, scheurt letterlijk. Yeah. En daarna heeft ze het mooiste wat ze ooit heeft kunnen ervaren. Yeah. Dat is pure liefde yeah. van haar kind. Dus maar ze moet door het proces heen. En ik denk dat wij nou bezig zijn in de hele, in de hele wereld. Uh, door, het... door dat heen te gaan. En het gaat erger worden. Mensen worden wakker. Ja, maar dat, dat wakker worden gaat, zal gepaard gaan met heel veel pijn en verdriet. We zitten zelf, on, naar mijn mening, zitten we on the brink of another world war. Ja. Of we zitten al erin. En Amerika, voor mijn gevoel, gaat imploderen. Het gebeurt al. Texas heeft nou ruzie met zijn eigen Waarom president. Waarom bestaan ze? Ik... Dave? Is al, al... Ik snap het niet, eerlijk gezegd. Nee, maar het is een groeiproces. Eerst waren we uh, Neandertalers, yeah. en, uh, gaan we waren babytjes. En dan ontwikkelen we. En dan ontwikkelen we weer, ontwikkelen we weer. En op een gegeven moment loopt alles de spuigaten uit. En dan is het van oké, okay, dit werkt niet. Boom. En dit werkt niet. Dat als toen ik bijvoorbeeld 16 was. Dan ga ik uit. Ik drink de hele dag. Ik drink de hele dag. Ik suip. Ik smoke. Yeah. Ik doe whatever. En wanneer ik 22 ben, dit werkt niet. <laughs> Weet je? Yeah. Ik ga minder uit. Yeah. Oké, okay, ik heb wat langer gefeest, maar het is een voorbeeld. En dan, steeds, en dan word je steeds volwassener en volwassener. En dan vocht ik de hele dag. Ik had met iedereen ruzie. En wanneer je constant in contact bent gekomen met politie... dan is het van, no, dit, dit werkt niet. Dan pas. Ja, sommige mensen zijn nee. koppig. <laughs> nee, maar... Dus, <laughs> yeah. En de mens is slim, maar de massa is dom. Onthoud dat. Nee. Want, want als, je, als je gaat praten met politicians, Ik heb het geluk dat ik eigenlijk allemaal persoonlijk wel heb ontmoet... Ze zijn echt intelligente mensen. Ze zijn echt slimme mensen. Maar als je gaat dan naar het groepsdenken... Ik hoef alleen maar... Tien van de honderd te overtuigen die luid schreeuwen. Ja. De rest die stil is... Gaat mee, want ze willen niet... Ze willen horen bij de kudde. We zijn een kuddedier. En dat is wat ik ook... Daarom ben ik ook dankbaar dat je me hebt gevraagd om te komen. Ik wil dat... Vooral... Niet alleen Jehovah yeah. is Iedereen wordt wakker. Wij hebben meer macht. Die mensen aan de top. Wij geven hun het macht. Ja, maar je bent, bent super dapper. Dat is eng. Ik, ik, volgde je, ik heb je gezien op YouTube, op uh, TikTok. En mijn mond viel open. Ik vond het zo'n apart, bizar verhaal. Toen je begon te vertellen. En ik, met lust heb ik ernaar gekeken. Omdat ik iets van, wow, dit is pas een fresh look naar dingen, omdat je was nog untouched, untapped. Kan je het zeggen? Ja, toch? Ja, toch? Dus daarom, ja. Ik vond het prachtig, om, daarom heb ik je gepet. En het verbaast me dat je ja hebt gezegd, want ik, had ge, ik zat vandaan, vanmorgen nog van. ik hoop echt dat ze gaat verschijnen want voor jou is het een ruze stap. En ja. ik wil dat juist gebruiken naar mee-mensen. Dus niet naar mee-mensen, maar het volk, ja. onze kijkers, van die stap die wij moeten maken om de regeerders. Uh, naar ons te laten luisteren is veel kleiner dan de stap die jij hebt gemaakt. Want jij moest uit je wereld treden, uit je geloof, uit alles, weg van je ouders, weten dat iedereen en alles dat je kent tegen je zou draaien. Is waar. En nu zit je hier in de podcast en het wordt door heel veel mensen bekeken. Gelukkig, ja. ik ben heel dankbaar daarvoor. Dat is een super grote stap voor jou, want jij mocht niet eens naar TV kijken. Laat me het goed zeggen. Ik mag. Ik, yeah. Je mag. Maar alles met geweld of seksuele dingen niet. Het, ja, maar dat is tv tegenwoordig. Dus dat. <laughs> dus dat. Is er nog iets dat je wil meegeven over de community? Of, of iets dat we moeten weten? Hebben we iets gemist? Dat van kindermisbruik. Oké. Okay. Ik wil dat graag aanhalen. Want over, nu momenteel zijn er zoveel cases gaande. Mm -hmm. um, omdat ze in Amerika en ook. Andere landen die got zoet, zijn ze eruit gekomen met de artikel Hun Wachttoren, waarin staat dat je wel naar de politie mag gaan en zo. Ik wil duidelijk maken: ze hebben jarenlang gelogen, jarenlang cases geheim gehouden. Mm -hmm. Het gaat tot aan de top. Mensen liegen niet. Het is geen fake news. Dit gebeurt echt. Um, let op je kinderen. En. Doe na zoekwerk, alsjeblieft, doe na zoekwerk. Ga, ga op YouTube, niets gaat met je gebeuren. En als je na zoekwerk hebt gedaan en je kiest toch ervoor om erin te blijven, dat is fijn. Dat yeah. is fijn, dat is perfectly fijn. Maar wees niet bang, want dat is echt iets dat ze die instill in je. Ze maken je echt bang voor alles. Alles, alles, alles. Ze controleren je mind echt. Want wanneer je alleen bent zelf, dief, denk je van, ah. Jova kijk naar me dus. Ik heb een video gemaakt. Grappig. This is gonna be funny. <laughs> Self-pleasure is not allowed. Oké. Okay. Toch? Mag niet. Het is zo ver dat wanneer je het doet, ze gaan zo ver dat wanneer je het doet, dat je dan naar de ouderlingen moet gaan om hen te vertellen, want je hebt gezondig. Serieus? Ja. Heb je ooit de ouderling gebeld om te snitchen? Zo, waarschijnlijk wel. Ja. denk. Ik. Had, mm, nee, ik denk het niet. Ik ging juist. Ik ging juist geheim houden. <laughs> dus eigenlijk vanaf het begin heeft je lichaam een beetje geprotesteerd. Mijn lichaam heeft altijd geprotesteerd. Het klopte niet. Vooral om, ook om het, wat ik heb ervaren als kind. Mm -hmm. En wat ik zag en wat ik leerde. Ik moet Oscars krijgen. Emmy's, voor mijn actrice. <laughs> <laughs> We vechten thuis. Uh -huh. En dan vijf minuten, dan Dan je Hij kan ook praten over hoeveel shit hij heeft ervaren. Ja, de is trouwens ook in de studio hoor, Racistische als, uh, dingen. Mm -hmm. Van witte, blanke mensen. Mm -hmm. Dus men. I don't like it, I hate it, I hate it. Ik ben opgegroeid met iedereen. Ja. Yeah. Dus racisme en dat. Binnen de community moet je zeggen. Ja, yeah, ja. Yeah. Wow. Is er nog iets dat je wil meegeven? Want ik weet niet, jij, jij hebt het ervaren. Dus ik wil je vragen stellen, maar ik weet ook niet bepaalde dingetjes. Ja, je vraagt me gewoon als iemand. Nee, ja, en dan ga ik afronden, dus daarom. Is er nog iets dat je wil meegeven? Mm. Nee, ik denk dat dit genoeg is. Ja? Ja, het ja, is dan? Ik hoop het. <laughs> ik okay. hoop het. Ik ben zo blij dat je bent gekomen. Dank je wel, Dave, dat, dat je me hebt gevraagd om te komen. Het was wel heel erg eng, maar. Het yeah. was comfy en yeah, ja. had die lekker. woninginrichting Alexi ervoor inrichten <He laughs> dat yeah, je lekker comfy kon zitten. Ja. Yeah. Maar dank je wel, amigo Eh. Mensen, dit was eventjes een an ander soort podcast. And en uh, thank you for watching tot de volgende keer. Later. D -V -A, baby, let's talk.